succesvolle dramaserie The Crown is er nu de documentaire reeks The Windsors. Over de geschiedenis van het Britse koningshuis. Over de schandalen, de affaires en de plicht die altijd roept. En hoe de Britse royals steeds weer in de problemen komen. For one... Jeroen Snel zit hier, royalty-verslaggever. En Lia van Beckhoven, correspondent. Het begint zo rond 1914 bij de Eerste Wereldoorlog. En Lia, dat is eigenlijk al een opmerkelijk moment dat die naam de Windsors eigenlijk gewoon wordt verzonnen. Die komt nergens in de stamboeken voor. Maar ze denken, ja, zo'n Duitse naam van Sachsen, van Coburg. Nee, dat was die hand. En ook in die tijd niet, nee. Absoluut niet. Duitsland was de grootste vijand. En natuurlijk was de Britse koninklijke familie van oorsprong Duits. Ja. Dus twee haakjes, Diana refereerde aan haar schoonfamilie als de Germans. De Duitsers. Maar je kon niet, als je bezig was met oorlog voeren tegen die Duitse vijand, een Duitse naam hebben. Dus vanwege hun geloofwaardigheid en vanwege hun status hebben toen de Windsors bedacht, wat gaan we doen? Windsor. Klinkt Engels. Het klinkt Engels. Er is een kasteel. Iedereen kent het kasteel van Windsor, bijna 1000 jaar oud. Een Engelse woord en naam dan Windsor is er niet. Weet je wat? We gaan toch voor Windsor? Zo makkelijk kan het zijn. En zo ging dat. Ja. Het is één rode, er zijn een paar rode lijnen in deze serie, maar één is heel duidelijk. De troon, het werk, de zaak gaat altijd voor. Ja. Je kan verliefd worden, je kan een schandaal hebben, maar als het in het gedrang komt, dan moet altijd het ambt voor of de goede zaak. Liefdes die zijn vaak geweken. Mensen konden niet trouwen met wie ze wilden. En Elizabeth die is vrij jong in het begin. En die doet dan één plechtige belofte aan het volk. En ze zegt, alles in mijn leven zal in dienst staan van dit ambt. Of ja. van deze functie. Je zegt, de firma, zoals prins Philip het koningshuis noemt. Het is een bedrijf natuurlijk. Iedereen zegt dat gaat voor. Nou, dat is niet altijd zo geweest in de Britse geschiedenis. Maar de Queen is daar wel een prototype van dat wel op gaat. Als er één ding Her Majesty kenmerkt, dan is dat inderdaad plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel. Hebben we daar niet een fragment plichtsbesef van? Plichtsbesef ten koste van alles. Ja. Zelfs van het moederschap. En er zijn tijden geweest waarin ze wekenlang prins Charles, klein jongetje, jaren 4 was hij geloof ik, hem alleen thuis liet, alleen in Buckingham Palace, dus aanleidingstekens, omdat zij het belangrijker vond om wekenlang een tournee te maken langs de gemene bestlanden, dat haar onderdanen haar zagen, liever dan haar zoon bijvoorbeeld. Want haar vakmanschap, dat vulde ze in als zijnde plichtsbesef. Jeroen, ze was heel jong, hè? Want ze werd vrij onverwacht koningin, omdat haar vader voortijdig overleed. Ja. Dat heeft zich heel snel eigen gemaakt, zie je ook in die documentaire. Nee, dat plichtsbesef, je haalde het net al aan. Zij heeft toen al verklaard van ik zal eigenlijk nooit aftreden, nooit abdiceren. En volgens mij was dat ook wel een reactie op Edward, die natuurlijk wilde trouwen met Wallace Simpson en daardoor afstand nam van de troon. Een Amerikaanse gescheiden vrouw, en dat kon in die tijd absoluut niet. En Edward, voor even de stamboom, Edward is haar oom, hè? De broer van haar vader. Ja, die zou eigenlijk onverwacht koning worden. Kwam dus haar vader op de troon, de stotteraar. Die kennen we ook van de King's Speech. Maar dat werd vreselijk gevonden. De man is ook verbannen met Wallace naar Frankrijk. Hadden geen rechten, plichten meer. Hij viel zijn broer nog lastig door steeds te bellen met ongevraagde adviezen. Maar Elizabeth die heeft gedacht, nou, dit kan niet. En ik ga verklaren, al voordat ik koningin ben, als prinses. En dan gebruikt ze het woord vrouw. Dat vind ik zo'n mooi woord, van toewijding. Zo van, op mij kunt u rekenen. Als ik straks koningin ben, dan ben ik het voor het leven. En dat geldt nog steeds. Zij zei eigenlijk geen rotzooi meer. Vanaf nu wordt het een ordentelijke... Ja, kijk, zij heeft dat aan God beloofd. Ik weet niet of je die... Laten we even kijken naar dit fragment. Want we hebben haar, als ze deze boodschap uitspreekt. One reign has ended. A reign begins. And there she was, this very vulnerable young woman, having to take on what she was going to have to do. There is an incredibly striking image of George's funeral, of the three queens, with these incredibly sort of dramatic black veils. There you saw her. She looked very vulnerable and alone. And I thought, goodness, what a weight is on this girl's shoulders, because she was only a girl. Ja, ze was echt nog een meisje. En dan wordt ze gezalfd en dan zeg je... en The Crown heeft daar een prachtige... ik weet niet of je het nog herinnert...
een prachtige scène van. Want dan belooft ze aan God, en daar kijkt ze ook in de Crown een beetje omhoog, dat ze inderdaad voor de rest van haar leven haar volk zal dienen en op de troon zal blijven. En ja, dat betekent dat ze dus niet aftreedt, want ze kan niet aftreden. Ze heeft het aan God beloofd. Ja. En ze in vraagt die tijd, hetzelfde. 30% van de Britten gelooft ook dat ze was aangesteld door God om Groot-Brittannië en de koloniën en de gemene bestlanden te regeren. Hmm. Maar ze vraagt diezelfde toewijding aan anderen. Want zij zegt tegen haar zus Margaret, kan wel zijn dat jij verliefd bent op Peter Townsend, een gescheiden man, maar je gaat niet met hem trouwen. Nee. Ze zegt tegen Charles, haar zoon, kan wel zijn dat je op Camilla verliefd bent, ook een gescheiden vrouw, maar ik wil het niet hebben, we zoeken wel iemand anders. Ja, en daar kwam Diana. En daar kwam Diana. Ja, want er is eigenlijk een hele aflevering gewijd van deze zesdelige serie aan het huwelijk. Hè? Twee zelfs, ja, ja, want het gaat over het huwelijk, de scheiding en natuurlijk haar dood. Maar Diana is nog steeds de populairste Britse royal ooit, hè? We hebben een fragment klaarstaan waarin zij eigenlijk heel erg vrij uitspreekt over wat er allemaal misgaat in dat huwelijk. Laten we even kijken. Did you try to be faithful and honorable to your wife? Yes, absolutely. And you were? Yes. Until it became irretrievably broken down. Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Jeroen, ja, dit is een waanzin van een koninklijk huwelijk al. Voordat ze gingen trouwen, zei iedereen, doe het niet, want dit gaat niet werken. En zelf hadden ze ook helemaal geen zin meer. En Charles die heeft nog een dure ring gekocht voor Camilla, hè, op de laatste dag natuurlijk. Dat heeft zij ontdekt op het bureau van de secretaris. Ja, vlak voordat ze op huwelijksreis gingen. Maar je ziet, ja, toch zat hier dat plichtsbesef, gevoed door Elizabeth weer achter. Want Charles moest trouwen, er moet nageslacht komen. Maar dit... Het is best aangrijpend om dit te zien in die documentaire reeks. Je krijgt echt medelijden met Diana, die, zoals ze zelf zegt, met z'n drieën in een huwelijk zit, maar die heel jong was. Dat is het. Was ze 19, geloof ik, toen ze zich verloofde met Charles. Hij was 31 toen ze trouwden. Ik bedoel, al heel snel werd duidelijk dat hij de enige was in het hele koninkrijk die niet verliefd was op zijn vrouw. Hmm. Bovendien had hij maakte zich schuldig aan tussenbeense activiteiten met inderdaad zijn vorige vriendin, Camilla. En zij wilde echt... Zij kwam uit een ontwricht gezin. Ja. Ze was fragiel, ze was neurotisch, ze was hartstikke verliefd op hem. Ja. En zij wilde erkenning voor haar leed, voor haar verdriet. Is dat wat we hier ook zien in dit fragment? En dat zien we. Ze wil erkenning voor haar leed. Jij denkt van niet. Het is ook strategisch geweest toen al. Het was gewoon een PR-campagne anti-Clarence House vanuit Kensington, waar zij gewoon zat. Dus dat ging hard. Maar ze heeft eigenlijk wist de media te bespelen. Nogmaals, omdat zij een uitweg wilde voor haar verhaal. Ze wilde gehoord worden. En daar was ze heel goed in. Ja, maar ze heeft uiteindelijk de geest uit de fles gelaten, toch? Precies. Want ze dacht, ik kan de pers gebruiken. Maar dat is haar ook min of meer fataal geworden. Ja, maar dat zeg jij achteraf gezien, met de kennis van nu. Ja. En verstandelijk nadenkend over de gevolgen. Maar nogmaals, als je in zo'n situatie zit als zij, en bovendien is ze binnengekomen op een paleis, hè, met medewerkers die haar nogal cool ontvingen, de baas van het spul niet uitgezonderd, dan denk je niet verder. Denk ik echt niet. Jij zegt de geest is uit de fles. Mijn conclusie was na het zien van die serie toch, het is een soort van, ze heeft een pact met de duivel gesloten. Want hierna mochten ze scheiden. Maar zij heeft hier de pers ook echt gebruikt. Ze heeft het expres... Zeker. Ja, wapen. Want het wapen vanuit het paleis was gigantisch. Ja. Ze kon ook bijna niks anders. Dus ze moest wel. Maar denken jullie dat het haar fataal is geworden? Want we weten natuurlijk allemaal... Ik weet precies nog waar ik was op de dag dat we hoorden dat zij dood was gegaan in Frankrijk. Weet jij het nog, Anne? Zondagochtend. Nee? Ja, ik ook. Ja. Ik weet ook nog waar ik was. En jij bent niet zo met een monarchie. Maar wel met een theater voor de winter. Ja. Precies, maar dat is geen grote. Er is maar één global queen. Er is maar één internationale grote koning. En dat was daarom zijn wij ook allemaal verslaafd aan het vervoer. Die beelden van de uitvaart van Diana. Als jij dat nu ziet, hè? We hebben daar beeld van. Raakt dat je nog steeds? Snijdt dat nog steeds? Hier zie je de kinderen die in de schoenen lopen. Ja, maar weet je, op een andere manier. Ik herinner me, toen zag ik, en oom, ik was daardoor erg... Ik heb moeder van twee zonen ook, en ik was daar erg door geraakt. Op de kist ligt dan zo'n bloemstuk met mami. Oh, dat was van prins Harry. Maar nu zie ik het toch anders. Nu denk ik meer met
ja, ongeloof eigenlijk. En zelfs, ik vond daar een beetje opstandig over. Op de eerste plaats, hoe kan een familie toestaan dat die twee jongens die net hun moeder verloren hebben, totaal onverwacht en met zoveel publiciteit, achter die kist aanlopen? Hoe kun je dat van die kinderen vragen? Zonder dat er enig fysiek contact is ook. Ja. En nu weten we ook hoeveel schade, emotionele schade, ja, hen dat berokkend heeft. Ja, dat, dat ze daar, ja, nog steeds mee tobben. Hè? Nou, Billingham ook. Absoluut, alle, ja, twee. Want dus ze keren het nu ten goede in hun goede doelen. Ja. Heads up, campagne, et cetera. Dus. Maar als we het even hebben inderdaad over Harry en Meghan. Hè, daar is natuurlijk de afgelopen tijd ook heel erg over gegaan. Er ontstond eigenlijk een soort van nieuwe obsessie rond de vrouw van Harry. Meghan Markle, de Hollywood-prinses eigenlijk. Wat is nou de reden, denk jij Jeroen, dat de Britten weer zo helemaal in de ban raakten van deze twee? Nou ja, kijk, Harry was al populair. Ja. Het is natuurlijk toch weer het klassieke sprookje. Een burgermeisje ontmoet een prins en er is een prachtig huwelijk in Windsor. Dan is ze nog Amerikaanse, dus je krijgt het hele continent mee. Maar uiteindelijk, en dat, Lia, heb jij vaak bij ons ook verteld, keert ook de pers zich weer tegen zo'n Meghan in dit geval. En het is gewoon keiharde oorlog geworden. En ja, wij vermoeden wel eens dat de pers in Engeland zo hard is en zo standvastig dat ze gewoon een campagne voeren om het paar uit elkaar te drijven. Dus het is wel omgekeerd. Ja. Hoewel het publiek houdt misschien van haar. Maar zij zijn de pers die zo ellendig. En laten we even kijken naar een fragmentje uit de serie ook, waarin Harry en Meghan zich eigenlijk terugtrekken. Ja, dit heeft me toen wel verbaasd, want Meghan zegt dus, ja, ik kan niet in die familie komen, ik word eigenlijk tegengewerkt. Maar dat zei ze wel heel snel. En je hebt het dus over de oudste koninklijke familie ter wereld. Dus ja, ze had wel iets meer tijd mogen nemen. En ze hadden best wel veel vrijheden, hoor. Ik heb eigenlijk nooit begrepen dat ze naar Canada en uiteindelijk... Ik vind dat ze snel zijn geweest. Ja, je kan niet zomaar zo'n Britse monarchie even omturnen. Waarom niet? Waarom niet? Omdat we een vorstin hebben sinds 1952. En dat moet allemaal heel langzaam gaan. En Harry weet dat als geen ander. Dus ze zijn eigenlijk overhaast tot de conclusie gekomen. En Harry met zijn emoties, zoals hij uitlegt. En eruit gestapt. Ja, misschien, Jeroen, maar misschien ook niet. Ik weet niet hoeveel concessies de monarchie gedaan heeft. Hoeveel concessies Buckingham Palace gedaan heeft om ze erin te krijgen. Maar de gesprekken liepen nog. Ze waren eigenlijk nog een soort in onderhandeling. Maar wat ik wel weet, is dat met het vertrek van Harry en Meghan ze een gouden kans hebben laten gaan om de monarchie te vernieuwen, te moderniseren. Want nu daar hebben we het ook over gehad. Wij hebben het niet over gehad. Maar ik weet van heel veel mensen, minderheden, zwarte jongeren met name, mijn kinderengeneratie, die echt de monarchie voor het eerst waaglijk interessant vond, omdat er een biraciale vrouw Buckingham Palace binnenkwam. En nu is dat allemaal weer weg, hoor. Die belangstelling is allemaal weg. Want natuurlijk is de Britse koninklijke familie populair. Ruim twee derde wil hem houden. Maar het gaat maar nu ook over Prins ze zijn Andrew, onverschillig. Ja. Mensen onder de 40 zijn onverschillig. En die krijg je niet mee. De, wat niet in de serie zit, is het nieuwe schandaal, Andrew. Nou ja, dat is dan voor de volgende reeks. Maar dat is een bommetje onder de troon. Ja. Ik bedoel, dit is de derde crisis, koninklijke crisis die ik meemaak in Londen. Hè. Eerst het overspel van Charles en de dood van Diana. Maar dit is groot, hoor. Dit is nog groot. Het is de zegen dat Elizabeth nog steeds zit als de continue factor. Maar dit gaat haar ook raken. Ja, 100. Nou, we gaan zien hoe lang ze blijven zitten. De documentaire serie The Windsors is vanaf aankomende dinsdag om 9:55 te zien bij de EO op NPO 2. En dit was Op 1 voor vanavond. Dank aan iedereen. Maandag zitten hier Hugo en Willemijn. Tot maandag.